Maureen Koster, dood op, maar dat was een hele zware cross, hè? Ja, dat was echt heel zwaar. En ik had wel vermoeden dat het nog een soort snel parcours zou zijn. Maar het viel toch tegen, hoor. De laatste twee rondes heb ik echt enorm moeten vechten. En zoals ik zei, ja, soms dan was ik echt gewoon... En dan echt zo dood op. En dan hoor je toch het Nederlandse publiek weer af en toe. En dat geeft je toch echt weer ja, een soort wake-up call van kom op, doorgaan, doorgaan, doorgaan. En ja, je merkt dat... Dat geeft echt een enorme boost nog. En ik denk dat we daarom allemaal ook zo bijzonder goed hebben gedaan, ja. En je hebt fantastisch geknokt. We weten allemaal hoe zwaar het is. Je hebt het altijd niet gemakkelijk gehad de laatste periode. Maar nu, we zien de oude vechter Koster weer terugkomen. Ja, dat ik weer kan vechten, daar ben ik heel blij om. En ja, ik had me niet zozeer een doel gesteld. Ja, eerste 10 had mooi geweest, maar dan weet je nooit wat het wordt. En ja, het is gewoon een heel erg zwaar parcours. En ja, daar had ik het zwaar op. Maar desondanks, ik denk dat ik de race goed heb ingedeeld. Kijken dat ik op het eind... niet meer zoveel kon geven, ja, dat is maar zo. Ik heb wel, ik heb uit onderste van mijn tenen gehaald en ik denk dat ik daar trots op kan zijn, ja. Goed gedaan, hoor. Ja, dankjewel.